Dames en heren, goedemiddag allemaal, hartelijk welkom. In het bijzonder natuurlijk onze bruidspaar Antonio Jobsen en Martina Elisabeth de Vries. Ongeschoeid, hè, staat hij. Oh, kijk eens. Ja, ja. Ik wou zeggen, geef elkaar de rechterhand, maar dat hoeft niet. Dat is in deze duidelijk. En dan begin ik bij de man. Waarom, weet ik niet, maar zo ben ik nou eenmaal. Dat mag wel, hè. Wij verwachten een antwoord. Ik denk dat we het allemaal weten, maar we willen het wel horen. Dat is waar het om draait. Antonio Jobsen, neem jij tot je wettige echtgenote Martina Elisabeth de Visser en beloof je getrouw alle plichten te zullen vervullen die de wet aan de huwelijkse staat heeft verbonden. Wat is er op je antwoord? Ja, ik wil. Martina Elisabeth de Visser, neem jij tot je wettige echtgenoot Antonio Jobsen en beloof je getrouw alle plichten te zullen vervullen die de wet aan de huwelijkse staat heeft verbonden. Wat is er op je antwoord? Ja, absoluut. Ja, nu mag het. Ja, dames en heren, dit kun je niet lang genoeg doen. Ik ben er wel eens bij gaan zitten, want dat is zo. Ja, ja. Nou, figuurlijk gesproken. Maar dat geeft niet. Ja, nu kom ik toch bij dat beetje afgezaagde daarin. Heb jij daar al het nodige van vertaald, hè? Was je daarmee eens? Is dat een symbool van trouw? Ja. Ja, je ziet het wel. Oneindigend. Ja, heel goed. Mooi. Dat is mooi. Hij heeft geen begin en geen eind. Heel goed zeg. Je hebt er wel een studie van gemaakt, hè? Ja. Ja, dat is natuurlijk ook helemaal niet erg. En dan zei je dat stukje metaal. Maar weet je dat het edelmetaal is? Ja. Weet je ook waarom? Nee, gaat het heel lang mee. En dat is ook weer de bedoeling, want dat zeg je zelf. Vandaag is je trouwdag. Je bent je hele leven getrouwd, dus zolang als je leeft. Eigenlijk heb je een beetje levenslang vandaag. Ik zou zeggen, begin jij als man aan deze pak de ring van je vrouw. Lost my
Toen hadden we dorst. Zij heeft gelijk bekend.